Nou, wij zitten nu in de Subway. En hier in de Subway, daar is iets heel erg speciaals. Want hier verkopen ze naar onze mening, naar die van mij. En die van... Dylan! Ja! Hier verkopen ze, naar onze mening, het lekkerste ijs. Lekkerste ijs. Het lekkerste ijs. Lekkerste ijs. En dan hebben ze bij, bij Hengelo, hebben ze dan wat officieel bepaald is het lekkerste ijs van Nederland. Ik ben er vorig weekend nog geweest en dat was zeker lekker ijs, maar dat is niets boven wat hier is. Nee. Mijn dansleraar die zou dan zeggen, ja hoor, maar dat zegt niet, want hij is hier niet bij. En ik meen het echt, wij gaan het zo meteen laten zien hoe dit lekkere ijsje gemaakt wordt door de eigenaar van dit ijsco winkeltje. Het heet Hussels en het heeft mij 5 dagen gekost om achter te komen hoe die naam tot stand kwam. Dat kwam een stukje in de krant. Hij husselt het ijs door elkaar. Maar dat zien jullie zo meteen vanzelf. Nou Frank, laat jij maar eens zien hoe jij dat doet. Ja, kom maar op. Hey Frank, mag je een ijsje? Ja, wat voor ijsje wil je? Chocolate dream alsjeblieft. Met welk ijs? Ik wil graag hoeveel bolletjes te bedoelen. Doen we de normale. Oh my god, it's lekker!